En hoeveel lintworm heb jij vandaag? 20. 20? 20. Dat is wel heel veel. Ja, valt wel mee. Een gezellig feestje, toch? Gezellig. Ja, ja, ja. Is... Geen project dat is voor lintworm of zo. Nee, kijk het. Waar dan? Waar dan? Niet hier. Nee, hier. Moskip. Nou jongens, vandaag gaan we versen. We hebben hier, met de gebruikelijke kaasbal, jaag ik op kaasvissen. Rijk aan zuivel en rijk aan goederen van de goederentrein. Vissen zijn toch debiel, hier trappen ze makkelijk in. Vooral die vissen waar ik naar op zoek ben. Een touw van een halve centimeter dik. Kijk, duur is en zo. Alsof je een wilde eend vangt. Even drie keer zwaaien. Dat waren drie keer. Daar zitten vele vissen. Kijk, kijk. Kijk ze toehappen. Volgens mij... Ze hebben mijn aas gestolen. Ze hebben je aas gestolen? Gelukkig hebben we nog meer... Oh, wat gebruik je daar voor aas? Dit is Tessie Bon. Is die cheeseballs. En ja, dan doe je gewoon dit. Dan krijg je gewoon... Niks aan het handje. Dit koop je bij de chiropractor. Laat even zien. In beeld. Oh. Is dat vet daaronderin? Dat is zeer veel vet onderin. Je moet ze ook een beetje lokken. Niet te veel geluid maken. Heb je een lokroep? Kijk, kijk, kijk het stof. Ah, hij focust niet op het water. Waarom niet? Oh. Focus op het water! Mijn hond die ziet. Aas wil niet blijven zitten. Oh, je beet! Een wiervis! Ik zal ze... Ah, verdomme. Ah, hij breekt af. Ik zal mijn alg behoeden van wierook. Ah, maar de tasty cheese... De tasty cheese. Je moet dood zijn voordat je hem. Ja, 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 inderdaad. Zo, en nu gaan we lekker eten. Oh. Schaar en ster voor verwarming. Het is. Een vent. En zijn naam is Guillermo. Guillermo de derde. Er zijn maar drie Guillermo's geweest op heel de wereld. En die Guillermo's hebben helemaal niks te maken met hem. Ondanks het feit dat hij Guillermo heet. Maar hij rookt graag pijp. En dat doen die anderen niet. Die anderen zijn onbelangrijk. Hij heeft verder wel een smakelijke afdronk. Ja, en honig. Honing. Okay. Ik proef best wel honing. Goeie tv maken wij toch? Ja, prachtig. En haring. Oh. Oh, met die achtergrond werkt het ook nog. Mensen, goeienogen. Goeienogen! Ja, hè?
Het is geen goede grap. Maar laten we het hebben vandaag over iets wat ik normaal nooit doe. Ik ga jou iemand introduceren. Nou, iemand, het is een het. Het is geen Chimil, maar het is wel een het. Dus ik ga het je nu wel eventjes duidelijk maken dat ik het niet over menselijke interactie ga hebben. Ik ga het niet over dienstplicht hebben. Ik ga het zeer zeker niet over de blauwdrukken van jouw moeders anus hebben. Ja, die heb ik thuis voor jullie allemaal. Ik heb ze allemaal. Maar ja, nee, laten we deze bullshit lekker vergeten. En het, ja, je weet toch, eruit knippen. Pick up the coat, move stage left, and then push him out the door. Can he have lunch first? I wasn't talking to you. Oh, you have someone crashing in your attic, too? No, I'm writing my lines. Can I help? No. Can I make the sandwich? Net als het. Het is een materiaal, en zijn naam is... Tik dubbele puntactus. Hij. Wat kan hij? Ja, sorry mensen. Ik heb hem net als jullie pas voor het echt, voor het eerst gezien. Dus ik durf eigenlijk niks aan te vragen. Of iets te doen, weet je wel. Dus ik denk dat het beste is als we gewoon iets door zijn ronde gat heen gooien. Ik weet niet wat voor lichaamsdeel dat voor hem moet gaan vergen. Maar we kunnen het altijd proberen. Wat ik wel weet is dat dit het achterlijke stiefnichtje is van... hoe heet die vent Beweland? Die oude, dat is de oppergod. Dat is een nieuw... Roestava! Ja, 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 ja! Onweer. Onweer. Maar dat gaat niet altijd zo, dames en heren. Ja. Ja. Het is echt slecht weer deze dagen. Ja, 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 ja. Ik denk niet dat het ooit nog goed komt. Dit verdienen mijn buren. Ze denken graag aan me. Als chronisch patiënt. Ik heb longontsteking. Maar tot voor gisteren. 18 jaar. Het is een tragisch moment. Ik kan je ook verder aan iemand anders ontmoeten. Hallo, ik ben Jacob, back in nature. Ik zit hier in de diepe krochten van de Amazone. Ik heb hier nog een handige survival tip voor jullie. Als je een slang ziet en je denkt van, ah, die is kankergiftig, moet even zijn balletjes kietelen. Dan zal het wel meevallen. Veel succes verder in het dagelijks leven. Heren en kinderen en vrouwen niet. Eén of deugd doet het ook gewoon keurig daar, buiten beeld, ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Gerrit, hoe vond je de soep van gisteravond? Nou Frits, ik weet niet. Mevrouw rookt en die smaakt ongeveer hetzelfde als bak. Oh, ik sta in de weg. Knalp Hank Houtels. Knap Hank Houtels. Ja, Knap Hank Houtels. Die man heeft een zeer ernstig verleden. Zie je die paal daarnaast, die iets dunnere lat? Dat is Levi Tarft. Die heeft zeg maar, hem zo zwaar danig mishandeld dat hij lang en meerdere ribben heeft gekregen.
En dat zijn eigenlijk blauwe plekken in houtvorm. Je zou het niet verwachten. Maar om een appeltje te schillen in 2 seconden, wil ik je even niks meer vanaf nu vertellen over dubbele pond, tik, tak, wat zijn naam ook alweer was toen. Dit is Slak in Blik. Zondag 's nachts in Wantai Park. Squad teams. De man met de ijzeren hoef. Wat hebben wij geleerd van deze aparte film? Ik heb geleerd dat vrije avonden eigenlijk nooit gemetseld moeten zijn. Ah. Verder met deze achtergrondmuziek. Ja. En een kamer die echt gewoon opgeruimd mag worden. Heel veel bier. Zeker. Ja. Zelfs bier over de datum. Ja, bier over de datum. Oeh. 15 januari. Mm. Onthoud die datum. Ja, onthoud het. Vier een feestje met over de datum bier. Over de datum bier.